Anouk. Ja. Ja, we gaan praten over Dina en Jim. Maar eerst, waar zijn we hier? We zijn Mosveld, Amsterdam-Noord. We zijn bij café-restaurant Max. Ja. Gijs, maak eens een rondje langs dat de mensen kunnen zien hoe we erbij zitten. Wat is jouw idee dat we hier zitten? Waarom zitten we hier? Ja, nou ja, omdat ik iets... Ik wilde iets anders dan een tv-studio. Ja, dat is wel leuk. En toen dachten we, ja, oké, wat is een leuk idee om ons gesprek te hebben. Mm-hmm. En nou, Mark bijvoorbeeld, die zei, ja, leuk, misschien bij mij thuis met een boekenkast erachter. Op een bank. Nou ja, nee. Ik vind die plaat is al behoorlijk heavy. Mm-hmm. Dus hoeft het niet ook nog eens heel... Een soort intellectueel gebracht te worden. Van kijk, mij is heel arty voor. Dus die heavy, pretentieuze plaat waar we het over gaan hebben. Ja. Die speel je een beetje down hier. Door hier te gaan zitten in de snackbar. Het kan ook gewoon te hard. Het is al zoveel. Het wordt anders te veel. Ja. Het wordt anders te veel. Ja, dus ik zei toen eigenlijk voor de grap. Van joh, zet me gewoon in de snackbar neer. Mm-hmm. Het is gewoon fine. Het maakt helemaal niet uit waar je me neerknalt. Nee. Als het maar niet in de huiskamer is. Met een boekenkast erachter. Nee. Ben je bang dat mensen zeggen het is een pretentieuze plaat? Nee, ik ben niet bang daarvoor, maar het is meer dat, ja, dat is het al een beetje. Ja, wat is er pretentieus aan eigenlijk? Nou, omdat het gewoon zoveel is. Mm-hmm. Het is natuurlijk behoorlijk, het is als gemaakt als één stuk. Dus dat is voor de een die zegt, ah, heerlijk. Mm-hmm. En de ander denkt, jeetje, nou, dat was me nogal wat, die 56 minuten. Het is ook zeker wat. We moeten even uitleggen wat het is. Het zijn 56 minuten muziek. Ja. Het zijn een aantal nummers, maar die gaan in elkaar over. Dus er zit eigenlijk ook niet een single tussen of een hit eigenlijk. Nee. Het is één verhaal, Dina en Jim. Gemaakt in Praag met een Praags Philharmonisch Orkest. Het is, maar nu praat ik even namens mezelf. Zeg vooral als je zegt, als je denkt het is niet waar. Het is een beetje, het is West Side Story. Het is... Nelson Riddle's orkest, het is Frank Sinatra met Watertown, het is Disney? Het is Disney, absoluut ja. Het is groots, het is absoluut groots. Ja. En je vertelt niet één verhaal, maar je vertelt wel, je bezingt één thema, de liefde, zou je kunnen zeggen. Zeker. Of de valstrikken van de liefde, of de streken van de liefde. Mm-hmm. Dat is het, hè? Ja, dat is het wel. En dat moest in Praag, dat moest met zo'n orkest, dat moest een beetje West Side Story zijn. Ja. Want het hadden misschien ook gewoon rocknummers kunnen zijn. Maar nee. Zeker, ja. Nee, dit keer niet. Nee. Waarom moest het dat worden? Ja, omdat ik gewoon me verveelde. Muzikaal gezien. En ik wil gewoon kijken wat ik allemaal kan nog. Dus ik heb al een aantal projectjes waarvan ik denk, nou, ik ben benieuwd of ik ook zoiets kan maken. En dit was er één van. En ik had natuurlijk al Sad Sing-along songs toen gedaan, dus die sfeer had ik al een beetje te pakken, vond ik al heel mooi. Dat is de plaat die het minste heeft gedaan en verkocht en gespeeld is. En dat is mijn favoriete plaat, nou ja. Dus ik dacht, nou, laat ik er nog zo eentje maken. Maar dan van 56 minuten lang. Ja. En in de hoop dat dat dan in één keer een mega-hit wordt die ze dan elke dag moeten spelen, 56 minuten. Stel je voor. Ja, commerciële zelfmoord noem je het. Je dekt je wel in. Hè? Ja. Maar het moest er gewoon zijn. Ik vind het eigenlijk wel een goed antwoord. Ik verveelde me. Ja. Je doet al zo lang zo goed mee. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, nog een nummer, dat ga je zeker nog een keer schrijven. Dat komt wel weer. Maar nu wil je deze surplus, deze... Ja. Ja. Ja, er zijn gewoon een aantal dingen waarvan ik denk, oeh, dat lijkt me nog eens een keer leuk. Ook wel een hardere plaat, ook nog een big band plaat, waarvan ik denk, nou, kan ik dat ook? En ik ben ook in de positie om dat soort dingen te doen, omdat ik het meeste geld verdien met mijn live optredens. Ja. Dus ik ben niet afhankelijk, zeg maar, van mijn plaatverkoop. Die je gewoon, ja, dat is wel heel anders geworden natuurlijk met het streamen. Ja. Dat is totaal anders geworden. Dan moet je echt gewoon een hele grote hit hebben of een wereldhit om daar leuk mee te verdienen. Hoeveel mensen gaan Ik moet een OnlyFans pagina aanmaken. Ja. Ik denk niet dat het erg gewaardeerd wordt. Kan allemaal nog, hè? Kan allemaal nog. Maar deze muziek, wat zijn jouw referenties of herinneringen die maakten dat je dit wilde maken? Ja, wel filmisch. Dus ook wel veel Disney, ook wel Nina Simone. Het heeft wat minder soul, denk ik, maar ook wel Donny Hathaway vind ik mooi. Dus ik heb van alles wel wat proberen te nemen, maar vooral heel veel filmisch. Omdat ik hou echt van films. Ja. En ik word er altijd wel blij van de muziek. Als alles klopt in de bioscoop, zeg maar. Groot, groot en groot. Qua de achtergrond en de setting en de muziek. Mm-hmm. Ja, daar kan ik wel heel enthousiast van worden. Ja, nou, die stap heb je gezet. Ja.
Ben je blij? Ja, ik ben wel blij. Want het heeft me echt 10 jaar van mijn leven gekost, die plaat. Weet je niet, nou, een toestand was het. Dit is de muziek, de muzikale keuze. Dus filmisch, groot. Ja. Buiten jouw comfortzone, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan al kan je zeggen, nu je het gedaan hebt, dit hoort er ook wel weer bij. Dit, ja. Dit kan ik ook. Ja, hè? Het was leuk, want het is ook een hele andere manier van zingen. Ik weet niet of dat jou is opgevallen of vond je het gewoon allemaal hetzelfde? Ik vond het helemaal niet allemaal hetzelfde. Absoluut niet. Oké, okay, daar heb ik echt wel mijn best moeten doen, zeg maar. Nou, graag. Ja, ja, nou, ja, ik was verbijsterd. Oh, jij stuurde mij het op. Dit was een maand geleden ongeveer, toen je me vroeg of ik je wilde spreken hier. Wat ik heel graag doe. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Ik vond dat zo apart en zo ook iets waar ik toevallig van hou. Je zal heel veel fans zullen hun neus stoten, denk ik. Ja. Dat begrijp ik niet, of zo ken ik haar niet. Ja. Nee, ik vond het een geweldige plaat. En je muzikale bereik, je stem, leent zich ook hier fantastisch voor. Ja. Ik bedoel, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, dat zijn ik noem steeds andere namen dan jij, maar ik ben ook dan iets ouder, denk ik. Ja, zeker. dan denk ik, ja, die tijden herleven bijna, weet je. Het is ook een renaissance van een genre op een of andere manier, vind ik. Mm-hmm. Maar goed, knap gedaan. Maar dan hebben we de inhoud. Mm. Dina en Jim, wie zijn dat eigenlijk? Nou, ik ga je eerlijk zeggen, die staan eigenlijk voor iedereen. Het is niet echt dat ik een Dina of een Jim ken. En ik moet je eerlijk zeggen, het album zou eigenlijk heten For Those Who Wait. Maar er was wel een andere partij die al een album had uitgebracht met die titel. Mm-hmm. Dus dat kon niet. En Dina en Jim was al een nummer wat erop stond. En ik dacht, ja, dat is het beste wat ik eigenlijk kan omschrijven. Omdat het gaat om relaties. Ja. En natuurlijk, het is geschreven deels ook op mijn eigen ervaringen, maar ook zeker de mensen om me heen. Mm-hmm. En, of om mensen om me heen die in bepaalde situaties zitten waarvan ik denk, ah ja, die ken ik nog wel. Of daar kan ik in één keer terugkomen. Dat ik, toen deed ik dit of dit. En dan moet je heel hard je best doen om op dat moment je mond te houden met al je goed bedoelde adviezen. Omdat het natuurlijk niet voor iedereen geldt. Nee. En jouw mening niet altijd de waarheid is. Ik achtergekomen. Door schade en schande wijs. Ja, ja, want het gaat over de liefde. We noemden het net, het is de Devil Called Love. Dat is ook een mooi oud nummer. Mm-hmm. Je hebt veel kinderen bij vele mannen. Ja. Dus jij weet iets van de liefde. Vertel er eens iets over. Nou, ik weet niet of ik de juiste persoon daarvoor ben. Nou, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Nou, ik ben gewoon een fucking sukkel. Dat ben ik. Want? In de liefde. Nou, omdat ik hou van de liefde. En ik wilde gewoon altijd dat het slaagde. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar zo geforceerd mee aan de slag ben gegaan. En zo mezelf opzij heb gezet in relaties. Omdat ik altijd mezelf een beetje kwijtraakte. En dat loopt meestal niet goed af. Nee. Zoals je hebt gezien op en het nieuws. En je hebt een paar keer aan dezelfde steen gestoten eigenlijk. Ja. 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 En nu? Ben je nu door schade en schande wijzer en ben je in evenwicht, in balans? En heb je de liefde die je, zoals je de liefde wil, ervaren? Nou, ik ben zeker wel meer in balans. Ja. En ik zie dit wel als de beste jaren van mijn leven. Ja? Ja. Zeg je nogal wat? Ja. Ja. Het is niet zo dat ik elke dag helemaal, dat ik de hele dag zielsgelukkig ben, maar de momenten van gelukkigheid en hoe goed ik in mijn vel zit, ja, dat is echt een wereld van verschil. Waar ligt het aan? Nou, dat heb ik mede te danken aan Dominique wel, denk ik. Aan je huidige man? Ja. Ja. Zeker weten. Die heeft wel een bepaalde kant in mij naar boven gehaald, ook dan. Oh, je zit er dus toch. Ik kan dus toch wel. En hoe kreeg hij dat nou weer voor elkaar? Ik denk door zijn geduld en geloof in. En dat we dezelfde normen en waarden hebben. Ik vond het al bijvoorbeeld bijzonder toen wij elkaar ontmoetten. Hoe moet ik dat zeggen? Hij is gewoon niet. Hij heeft geen hidden agenda, zeg maar. Mm-hmm. Hij is heel open, heel spontaan. Hij houdt van gezelligheid en feestjes. Nou, dat is niet helemaal mijn favoriete ding, zeg maar. Dus wat dat betreft is hij heel anders, super sociaal. Hij weet wat ik allemaal heb meegemaakt.
En ik heb ook gezegd in het begin van onze relatie van, nou ja, weet je zeker waar je aan begint? Want ik heb totaal geen vertrouwen. Dus dat wordt wel een hell ride voor je. Want mm-hmm. ja, ik zie overal nu spoken achter. Waar ik vroeger altijd heel erg zoiets had van, nee joh, zal maar niks aan de hand zijn. En dat ik eigenlijk altijd ben belazerd. Terwijl, ja, ik heb nooit bij wijze van spreken een telefoon willen pakken of ergens iets willen zoeken of whatever. Nee. En dat had ik dus wel moeten doen. Ja. Nou, kijk, ik hoef niet alles van je privéleven te weten. Maar omdat je deze plaat eigenlijk ja, universeel maakt. We hebben het over de liefde ja. en de valkuilen die dat kent. Mm. En de streken die de liefde kan ja. leveren. Hebben we het eigenlijk tegen iedereen. We hebben het tegen elke Dina en Jim op dit moment. Ja. Dus dan is eigenlijk alles wat je over jezelf zegt misschien veelzeggender dan puur privé. Dus ja, als jij zegt, ik vertrouw iemand, ik zit niet in telefoons, dan zeg je eigenlijk, ja, heel veel mensen zitten dat wel. Die zijn dus de hele dag onrustig wat er in een andermans telefoon gebeurt. Nou, dat had ik daarna wel. Die tijd heb je ook gekend. Nee, tuurlijk. Ik bedoel, juist toen Dominique kwam, dacht ik van, ik vertrouw niks en niemand meer. Ik denk dat ik daarvoor, denk ik, 4,5 jaar alleen ben geweest met de kinderen. En dat ik dacht, ik vind het wel prima zo. Dit is gewoon, het werkt. Mm-hmm. En totdat hij voor de deur stond. En toen werd het anders. En toen dacht ik, oké. Okay. Wat een rotheid lijkt me dat, man. Wat? Dus dan zit je in zijn telefoon, dan vertrouw je het niet helemaal. Nee, dan ligt maar wat hij gelijk heeft gezegd. Niet slapen. Nou, ja, ik ben sowieso een slechte slaper. Maar goed, dat terzijde. Maar hij heeft vanaf het begin gezegd van, luister, ik wil gewoon alles doen waar jij je goed bij voelt. Dus hier heb je mijn password. Alles wat bij hem binnenkwam, was het niet Instagram of whatever wat hij had, dat komt gelijk bij mij binnen. Mm-hmm. En hij zegt, je kan gewoon gelijk zien, dit is hoe je de telefoon, je kan gewoon de telefoon in. Je kan altijd kijken wanneer je wil, dat is mijn password. Dus eigenlijk alle passwords, alles. Is het die van zijn bank, van alles. Zei hij, hier is het. Mocht je ooit twijfels hebben, dan check je het gewoon. Dat is geen probleem. Alles gewoon om je maar veilig te laten voelen. Want dat is de enige manier. Dus ja. Wat is nou de moraal van dit verhaal eigenlijk voor gewoon de mensen? Gewoon geef je fucking password. Ja. Motherfucker. Omdat ik gewoon... En ik moet er je eerlijk zeggen... Er zitten natuurlijk allemaal mensen te kijken en die denken... Ja, mensen hebben het over privacy. Nee, fuck jou. Je hebt geen privacy als je een relatie hebt. Je moet gewoon alles openleggen. En dat vind ik denk ik moeilijk eraan. Ik vind niet erg dat mensen fouten maken. Of dat mensen een keer de mist ingaan. Er is geen vriend om mij of vriendin die foutloos leeft. En dat is oké. Alleen als je het maar oont. Als je het maar in ieder geval zegt van oké, ja, ik heb die fout gemaakt. Maar het feit dat jij je mond gaat houden en niks zegt, dat is het probleem. Omdat ik denk, ja, je hebt mijn tijd zitten verdoen. Terwijl, we hadden deze afspraak. Ja. En in een paar jaar tijd heb jij gekozen voor een zijway. Gewoon dat je dacht, ik ga toch een andere kant op. Maar je hebt me even niet geïnformeerd. En dat is jammer, want ik heb geen keuze gehad om te zeggen van, oké, die ga ik je vergeven. Dat kan. Mm-hmm. Want daar hebben we het over. Of dat je zegt, daar kan ik niet. Maar ik heb geen eens een keuze gehad. Daar baal ik eigenlijk van. Ja. Ik vind het niet onbegrijpelijk dat mensen een fout maken. Ook niet in hun relatie, echt niet. Maar wel dat mensen andermans tijd verdoen. Ja, het is verdomd interessant. Want je hebt nu de liefde van je leven, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker weten. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ook daarmee, en dit heb ik gewoon opgeduikeld in oude interviews van je, heb je ook therapie even gedaan. Ja. Omdat je onderhoud moet plegen aan de liefde. Ja. Dat is misschien een andere les die je wil delen met je fans en met je luisteraars. Dus ook met deze ideale gast, deze Dominique. Ja. Moest je op een gegeven moment even met z'n tweeën de garage in voor het onderhoud. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat was niet omdat hij mijn vertrouwen had beschaamd. Het was niet omdat hij zijn lul ergens anders had ingehangen. En ik dacht van, dat is jammer. Dat vind ik niet zo prettig, want daar ging het niet om. Dus het zijn allemaal andere dingen waarvan ik dacht, daar moet je aan kunnen werken. En ik ben het wel verplicht, denk ik, niet alleen naar hem, maar ook naar mijn kinderen, om er alles uit te halen om het te laten werken. Mm-hmm. Want ik dacht, wie weet ligt het wel een heel klein beetje aan mij. Ja, bleek dat? Eigenlijk dacht ik van niet, maar ik ben er wel achter gekomen dat het ook een heel klein beetje aan mij ligt. Oké, en daar kan je zelf iets aan doen. Ja, dus zeker. Dus dat ben je nu aan het verbeteren. Zeker, daar ben ik echt wel bewust mee bezig. Nu we zo vrij zijn, ik had het niet gedacht dat ik ooit nog zo'n gesprek met jou zou voeren. Wat was dat kleine beetje?
Nou, ik denk, jeetje. Nou, er waren wel een paar beetjes. Maar ik denk wel dat... Ik dacht dat ik zo'n... dat ik iemand was die heel goed de dingen besprak en zegt wat ik vind. Mm-hmm. En dat bleek dus eigenlijk na die sessies die we hadden met een communicatiecoach helemaal niet zo te zijn. Dus zij zei, ja, wat ik eigenlijk vind dat je echt super slecht communiceert. Dus buiten de deur weet ik het wel redelijk goed allemaal te verwoorden wat ik wil en wat ik niet wil. Alleen thuis denk ik dat ik heel veel dingen altijd heb gelaten voor de goede orde. Mm-hmm. Ook voor mijn kinderen. Ja. Yeah. Omdat ik het gewoon, ik wilde de sfeer altijd goed houden. En gezellig. Mm-hmm. En dus liever geen ruzies waar de kinderen bij zijn. Wat natuurlijk niet altijd lukt, maar ja, zo min mogelijk. Ja. Dus ja, ik loop liever weg, zeg maar. Als wij een ding zouden hebben of een discussie, dan ja, pak ik liever mijn sleutels en dan loop ik een rondje voor 2 uur. En dan kom ik weer terug in de hoop dat het dan weer een beetje relaxed is en gezellig. Werkt niet echt. Is niet altijd de beste weg. Niet altijd de beste weg. Welk nummer? Ik heb hier alle teksten bij me. Ja. Welk nummer is nou, als we het hier over hebben, hè? Dit gaat over de liefde. En je wil mensen waarschuwen. Hè? Je draagt het op aan alle, hoe zeg je het ook alweer? Je zegt het, dit is... Nou, het is niet waarschuwen, hè? Maar het is wel sommige dingen in je leven. Wat ik wel heb, dat ik denk, ik denk dat heel veel mensen te lang wachten om bepaalde knopen door te hakken. Mm-hmm. Om misschien even de bezem door de toko te halen van, oké, wacht even, we gaan het even anders doen, zeg maar. En dat is niet altijd de makkelijkste weg. Maar ik heb wel gemerkt dat al die beslissingen in mijn leven uiteindelijk, hè, niet direct... Nee, uiteindelijk tot een ja, het took a while. Maar goed, hé, ik ben er. Het heeft me alleen maar iets positiefs opgeleverd. Ja. En ik had nooit verwacht dat ik er zo bij zou zitten, nog. Serieus. En dat ik een goed gevoel over mezelf zou hebben. En dat ik denk, ik ben wel goed genoeg. Ken je de tekst al uit je hoofd eigenlijk, van de song? Ja, redelijk. When I die. Als ik dood ga. Ja, daar zit wel een fout. Ja, dan neem je een voorschotje op je hemelen eigenlijk. Ja, die zou ik wel inderdaad gespeeld willen hebben als ik... als ik er niet meer ben. Meen je dat? Op de begrafenis? Ja. Ik vind het overigens... Als het al een wedstrijd is. Ik vind dit het mooiste nummer van de plaat. Ik ook. Jij ook? Ja. Ik vind het, high five. Hey, high five. Hey. Oké, nee, maar ik ook. Het is ook mijn favoriet. Terwijl die wel zwaar is, maar ook weer heel... Ja, toch wel mooi. No place, no time. Mm. Dat zijn op een gegeven moment 2 zinnen. Ja, dat vond ik bijna... Ik bedoel dit puur als een compliment. Somewhere van Bernstein in West Side Story. Mm-hmm. Dat schitterende, vragende, beetje... Ja, dat... Net iets wanhopig, hè, maar toch, het komt goed ergens. Ja, ja. Dat even, precies, maar ook de muziek op dat moment is van die sensitieve, indringende aard. Wel grappig dat het dan ook jouw favoriet is. Ja, mooi nummer. Ja, heel mooi. When I die, I will miss you, but I won't be missing this world we're in. So don't shed no tears. Yeah, you know it. Don't feel sorry. Cry for me, leaving. Ik heb hem voor mijn kinderen geschreven, omdat ik dacht, ik zou niet willen dat zij te lang rouwen over een verlies van een van hun ouders. Ja. Natuurlijk mogen ze wel even rouwen, maar het lijkt me heel erg, je hebt sommige mensen die daar gewoon niet meer uitkomen, zeg maar. Dat als ze of een kind verliezen of een moeder of vader, dat ze daar altijd een beetje in blijven hangen. En dat lijkt me echt heel erg. Ik hoop echt dat zij weten hoe ik daarin sta.
zodat ze weten van, ja, ik ben oké. Ja. Ik heb sowieso, mocht het ophouden, een heel mooi leven gehad. When I die, I will miss you. When I die, I will miss you. Ja, maar de rest niet. Nee. Dat zal me echt aan mijn reet roesten. Dat kan me echt, dat interesseert me geen hol. Zing eens, kan je het zingen of niet? A cappella, die zin, When I die, I will miss you, but I won't be missing this world we're in. Oké. Klinkt zo weird, hè, dat het zo kaal is. Nou, dat weet ik niet. Ik vond dit een schitterend stuk, vind ik dit. Maar het gaat erover dat je al een beetje nadenkt over stel dat ik doodga. Zeker, ik heb alles al geregeld. Serieus, of maak je een grapje? Nee, ik maak echt geen grap. Ik heb echt 2 jaar gedaan over met notaris en accountant over mijn testament. Ik heb alles zo neergezet dat ik dacht, oké, ook uit zorg voor mijn gezin. Als het zover is, wil ik gewoon dat niemand ruzie kan krijgen. Niemand ruzie kan krijgen over spullen, geld. Ik zie het genoeg bij mensen om me heen. Dat gaat me nooit gebeuren. Dus ik heb alles zo dicht gemaakt. Wat verdoe dat ik? Niemand één beslissing meer hoeft te nemen. Ik ben totaal niet een control freak, hoor. Volgens mij. Dat zal het machtig. Maar je leeft al een jaartje 30, toch? Of niet? Nou, dat weet ik niet. Dat maar weet heb ik je niet. Ook. Dit is heel administratief, zou je kunnen zeggen. En ik denk, nee, het is niet alleen maar administratief. Nee, maar is het ook, heb je graf al uitgezocht? Weet je al waar de begraafplaats is? Nee, dat niet. Maar ik heb wel gezien dat ik. Het lijkt mij wel interessant om begraven te worden in zo'n. Wat is dat, het spul? Is dat van paddenstoelen? Een paddenstoel? Ja, Erwin Olaf werd ook begraven. Oké, dat weet ik niet. In een soort iets biologisch. En dan. Dat vond ik een hele mooie gedachte. In iets wat meegaat gewoon dadelijk als je de grond gaat. Dan lost dat zich allemaal vanzelf op. Die lag daar in principe naakt met alleen zijn trouwring. Vond ik een prachtig idee. Schitterend. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Oké, maar dat dacht ik daarvoor niet hoor. Want dit nummer had ik daarvoor had je daarvoor al geschreven? Ja. Wat gaat er eigenlijk gebeuren na de dood volgens jou? Nou, ik mag hopen dat ik de hemel word binnengelaten. Ja, geloof je in de hemel? Ja, maar ik denk dat dat wel goed komt. Wegens goed gedrag. Ja, toevallig wel. Ja. Ben je verbaasd? Nee, ik ben niet verbaasd. Ik ben wel verbaasd. Nou, ook niet verbaasd, maar het is maar wie het vraagt of er wel een hemel is, of dat het hiermee afloopt. Of dat je goed, dat is geloof, hè? Nee, je gelooft het of je gelooft het niet. Jij gelooft, hè? Ik geloof, ja. Ik zag ook in de informatie die ik kreeg, dat je ik heb die app zelf gedownload, dat jij een app hebt, en ik dus nu ook, van, even kijken. Even kijken, dat is deze app. Joyce Meyer? Ja, Joyce Meyer. Ja. Bijbel, dagelijkse inspiratie, daily inspiration. Ja, ik vind haar te gek. Doe je dat elke dag? Ja. Nog één keer de naam, Joyce Meyer. Joyce Meyer. En het is bijbelstudie eigenlijk. En kijk, dit soort fluitende foto's. Ja, die bekijk ik dan minder. Ik bekijk meer haar shows, zeg maar. Oké, vertel me daar eens iets over. Nou ja, in principe is zij gewoon een preacher. Maar zij doet het op haar eigen manier. Dus ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren, zoals je merkt, van hoe de Bijbel begrepen wordt. De ene legt het zo uit, zeker. De andere legt die drie zinnen zo uit. En bij mij spreekt haar uitleg mij het meeste aan. Is dat daar elke dag? Nou, er staan in ieder geval elke dag andere shows op. Ik weet niet of zij ook maar shows herhalen. Maar kijk jij elke dag? Ja, bijna wel. Oké, is dat zo begin je? Of ik luister het in mijn auto. Oké. Ben je eigenlijk? Maar al lang hoor. Echt al. Ja, sorry, ik wist het niet. Is jaar of 15. Ben je christelijk dus? Ik ben niet christelijk gedoopt. Ik ben nog nooit gedoopt. Ik ga niet naar de kerk. Maar ik heb het wel elke dag op. Ik studeer het wel elke dag. Dus ik geloof wel in het christendom. Ja. Heb jij dat wel eens gedaan? Zo'n MyHeritage test? Van waar je eventueel MyHeritage, waar je vandaan komt? Heb ik nooit gedaan. Nee? Ik weet wat je bedoelt, maar ik heb het nooit gedaan. Nou, ik dacht dus, leuk, laat ik een keer zo'n test doen thuis met zo'n swipe. En ik dacht, wie weet kan ik dan opscheppen dat ik soort Afrikaans ben. Of dat ik kan zeggen van, ik ben Turks. Of leek me heel erg leuk om te kunnen opscheppen. Mm-hmm. Omdat ik heel iets anders zou zijn, wat ik totaal dus niet was. Nee. Dus er kwam uit, ook helemaal niks verrassends. Dat het was Nederlands en Frans en Zweeds. Ik ben voor 43% Zweeds. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, omdat ik sowieso heel veel in Zweden kom en met Martin Gerstad werk, die is ook Zweeds. Ja. Dus eigenlijk als ik werk, is het of in Zweden
En ik hou van Frankrijk, ik heb daar al 20 jaar een huis. Mm-hmm. Dus het zijn wel plekken waar ik heel graag kom. Mm-hmm. Dus dat vond ik dan wel weer heel leuk. Oké, even een ander verhaal. Ik ga alle kanten op. In ieder geval, wat gebeurt er dus? Na dat mailtje dat je krijgt te zien van waar je dus ongeveer vandaan komt, krijg je 6 weken later krijg je nog een mail en daar staat dan in van oké, als je heel anxious bent, dan moet je dat niet openmaken. Maar als je wil weten een beetje wat de risico's zijn, welke ziektes je kan krijgen, op kleine risico's of op zeker wat in je genen zit. Ja. Maar goed, wil je dat weten, dan kan je het openen, wil je het niet weten. Nou, ik ben natuurlijk veel te nieuwsgierig, dus ik open dat. En ik zie daar staan een paar kleine risico's en dan helemaal in het rood staat er dementie. En ik dacht, ja, dat is vreselijk. Want nou hoeft het niet te betekenen dat ik dat nu krijg, nee, natuurlijk. Maar je hebt er aanleg voor, of je bent een risicogroep. Nou, volgens mij zit ik er al, want joh, als je vraagt aan mijn kinderen van joh, hey, is je moeder vergeetachtig? Ze gaan je alle 6 zeggen, ja. Dus ik zeg niet dat het nu al op een level is wat zorgelijk is. Maar ik dacht wel, aangezien ik ook wel kennis heb die ook vroeg dementerend zijn geweest. Mm-hmm. En ook in te huis hebben gezeten voor jong dementerende vanaf, wat is het, 44 mm-hmm. tot eind 50. Ja. Best heftig. Mm-hmm. En ik dacht toen al van, nou ja, als dat mij zou gebeuren, dan wil ik niet. Ook niet voor mijn kinderen. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en die zei inderdaad, nou, dat is nogal zorgelijk. Wat wil je hiermee doen? En ik heb gezegd van ja, op het moment dat ik niet voor mezelf kan zorgen, hè, en mijn eigen kont niet meer kan afvegen, wil ik dat het gewoon klaar is. Mm-hmm. Ik wil niet mijn kinderen of mijn man dadelijk belasten daarmee. Dit heb je ook met Dominique besproken? Ja, ja, ook met de kinderen. En klaar is betekent dat dan slaap ik rustig in? Zeker weten, want het lijkt mij vreselijk als je kinderen of naar zo'n huis moeten gaan, elke keer zich schuldig moeten voelen als ze een keertje niet gaan. Terwijl, ik herken ze toch niet. Nee. Ik heb het gezien dus bij die mensen in dat huis. Maar Anouk, even. Je krijgt die brief. Daar staat dementie in het rood. Dus je bent gealarmeerd. Ja. Je voelt niet dat je daar op dit moment last van hebt, behalve vergeetachtigheid. Maar dat is toch echt iets anders dan dementie? Ja, dat kan je wel zeggen, maar dat gevoel heb ik dus niet. Dat het een soort van, dat zeggen mensen, ja, je bent gewoon toch heel erg druk. Gezien met 6 kinderen. Natuurlijk vergeet je dingen. Ja. Nee, ik denk het dus niet. Dus jij voelt, nou, maar dan, maar als dat zo is, dan voel je al dat je het, dat het al, ja, dat monster woont al in jou. Ja, nou ja, dat het zeker is, dat is een feit. Dus ik had gewoon heel erg de behoefte om gewoon de dingen gewoon te regelen. Oké. Okay. En nou, ik ben zo'n lid geworden van zo'n euthanasieclub. Daar kreeg ik zo'n soort speldje van, een soort masterclass gevolgd. Mm-hmm. Dat is trouwens best grappig. Hè? Ja, een soort online masterclass hoe dat in zijn werk gaat. Maar hoe gaat het dan in zijn werk? Want ik weet echt hier. Nou, je moet hele contracten natuurlijk maken van wat er precies gebeurt, hè, tot waar. Als je geen beslissingen zelf meer kan nemen, nee, wat je natuurlijk dan ben je zelf wel onbekwaam, zoals ja. dat heet. Ja. En dat ik vind, dat moet ik op tijd geregeld hebben. Zeker omdat dit is niet een soort van gaat dit ooit gebeuren. Nee, dit is gewoon een feit dat het gaat gebeuren. En wie gaat die beslissing nemen? Jij dan niet meer? Of jij nog net wel? Nee, ik heb wel alles op papier gezet. Natuurlijk met de huisarts besproken. En een contract getekend. Dat moet je elk jaar, moet je dat weer, zeg maar, moet je langs bevestigen. Want als je dat niet zou doen voor 5 jaar, dan geldt die al niet meer. Nee, dat begrijp ik. En hoe ziet die zelfgekozen dood er dan uit? Wat ga je doen? Wat gaat er gebeuren dan? Hoe doe je? Nou, in het ergste geval, is het zover? Ja. En dan? Ja, dan zou ik toch euthanasie willen. En dat ik niet mijn kinderen belast, zeg maar, met dat zij voor mij hoeven te zorgen. Of dat ze naar een tehuis moeten komen, terwijl ik denk, wie is dat? Dat is vreselijk. En dat kan nog 15 jaar duren. Nou, hell no. Nee hoor, ik wil gewoon dat zij gewoon normaal verder kunnen leven. Zonder zich schuldig te voelen over. Wat zijn die bij mijn moeder geweest met kerst of met de verjaardag? Dus nummer als When I Die lag best wel voor de hand eigenlijk. Ja. Nu ik je zo gehoord heb. Ja, juist. Ja. Dat is daardoor ontstaan. Dat ik dacht, ja, ik zou graag willen dat mijn kinderen niet te lang daar om rouwen. Nee. Dat ik daar gewoon totaal achter sta. Zullen we het over iets vrolijkers hebben? Ja. Het gaat goed met je, zei je. Hè? Ik voel me goed. Nee, zeker. Ik voel me eigenlijk beter dan ik me misschien wel ooit gevoeld heb. Ja. Hoe ziet het, ja, hoe je leven eruit ziet, hoef ik niet precies te weten. Je hebt nu een plaat, je gaat weer naar de Ziggo Dome, is weer uitverkocht. Ben je daar nog nerveus voor of dat wel uitverkocht raakt?
Nou, ik dacht inderdaad de afgelopen tijd. Ik doe die kaarten in de verkoop 8-9 maanden van tevoren. En dan hopelijk komt het vol. Ik had echt niet aanzien komen dat dat ding zo snel uitverkocht zou zijn. Echt niet. Maar jij treedt natuurlijk niet vaak op. Je leeft met je kinderen. Je leeft je eigen leven. Ja. Af en toe maak je muziek. Mm-hmm. Je bent natuurlijk onze populairste zangeres. Dus dan zijn er nog steeds heel veel mensen die denken... Ha, Anouk is er weer. Mm. Of denk jij... Ja, ik denk daar toch anders over. Ja, denk je daar tuurlijk anders over? Ja. Maak je je zorgen? Nee, zorgen niet. Ik ben me al jarenlang aan het voorbereiden daarop mentaal. Omdat ik weet dat dat gaat gebeuren. Ik zie mij niet als de populairste artiest. Ik zie mij gewoon als degene... Tuurlijk, ik draai wel lang mee. Maar ik weet dat er al lang de hele boel wordt al overgenomen. Zoals het hoort. Nee, dat is een feit. Er komen mensen na jou. En die hebben ook succes. En die staan ook in de Ziggo Dome. Ja. Natuurlijk. Maar de Rolling Stones zijn er nog, 80. Maar voor mannen is echt een ander verhaal. Want als je kijkt naar grote venues... Bijvoorbeeld een Ziggo Dome of een Gelredome, whatever. Ja, ik ken niet heel veel vrouwen sowieso in Nederland van mijn leeftijd. Nee. Niet de jongsters, hè. Maar gewoon wat oudere vrouwen die die zalen... zo vullen met uitverkopen. Ik ken ze niet. Ik denk dat het ook als vrouw moeilijker is, hoor. Dus ik denk daar wel over na. Taylor Swift nu in Amerika, Beyoncé natuurlijk. Ja, maar het zijn wereldartiesten. Ja. Ik ben het, hè. Arnie van Nederland. Ik bedoel... Is appels, peren, zoiets? Nou, ik weet niet of het appels en peren zijn, eerlijk gezegd. Nee, maar het is dat wel een andere koek. Het is misschien een andere koek. Kijk, en die mensen, zij zijn ook nog jonger. Veel jonger dan ik. Ja, die zijn wel jong. Ik bedoel, op een gegeven moment, iedereen raakt zijn seksappeal kwijt. Ja. Ik ben ook al niet zo... Ik heb niet het geld om zoals hun in glitterpak te staan fucking laser, rook, bommen, in fucking touwen te hangen over het hele ding doe ik ook niet. Ik sta soms dat ik alleen maar denk, ik moet hallo zeggen. Het is niet dat je zegt, zij is een ultieme entertainer. Dus ja, tuurlijk vind ik het spannend. Want ooit dat gaat maak jij er altijd zelf van, op een of andere manier. Totdat ik je op het podium zie, en dat is vaak genoeg gebeurd, dan denk ik, ja, maar goed, jij bent born there gewoon. Geboren om daar te staan. Ja, ik vind dus van niet. Nee, jij voelt het zelf helemaal niet. Nee. Het is knap hoe je ons allemaal in de maling neemt eigenlijk. Ja, ik denk eigenlijk wat hilarisch zou zijn als mijn gedachten afgespeeld zouden kunnen worden, zeg maar. En dan tijdens het optreden op de achtermand. Nou, dat wordt mijn show. Dat zou echt heel interessant zijn. Dat ik al die napjes op mijn kop heb. Ja, en dat wij gewoon zien echt... wat jij denkt. Nou, dan word ik gelijk gecanceld. Ja. Maar eigenlijk maak je dus wat dat betreft... Of je denkt erover na, dus je maakt je ook een beetje zorgen. Dit gaat een keer stoppen. Tuurlijk. Dit gaat een keer stoppen. Tuurlijk, elke keer denk ik, oké, nou, dan doen we die 2 keer Ziggo Dome. Ooit krijg ik een keer te horen natuurlijk van Anouk... Ik denk dat het er eentje wordt deze keer. Mm-hmm. En uiteindelijk ga je van 1, dan word je in 1 keer, dan ga je naar de AVAS, of hoe heet dat? Ja. Ik weet niet hoe het even nu heet. En waarschijnlijk dan wordt het minder. Zo gaat het. En wil je dat meemaken eigenlijk? Nee, liever niet. Daarom zeg ik ook ga ik dan door of ga ik stoppen? Nee, je wil het liever niet meemaken. Nee. Dus je hoopt dat de publieke gunst jou... dat die het blijft. Lijkt mij heel confronterend om dan in 1 keer in een... Maar stel, er is nog steeds een core groep van fans die gewoon alles van je willen horen. Ja, en ook je oude nummers. Maar sorry, inderdaad, moet je iemand anders zoeken. Ja, toch? Nee, ik denk dat ik dat niet prettig zou vinden. Nee. Maar dus Paradiso is eigenlijk te klein. Dat wil je niet meemaken. Paradiso is sowieso een bouwtent qua geluid. Oké, dat was een slecht voorbeeld, sorry. Maar nee, ik zou niet de behoefte dan hebben om... Maar goed, ik ben toch al niet van het toeren. Nee, dat is inderdaad met dus maat, dus het is niet allemaal. Dat ik dat ook heb nodig. Nee. Dat iedereen applaudisseert, zodat mijn ego weer tot daar zit. I don't give a fuck, gewoon. Ik zorg gewoon dat mijn eigen ego daar zit. Daar heb ik niemand voor nodig. Lekker, hè? Lekker. Ja. Heb jij dat ook? Daar moet ik op dit moment eens goed over nadenken. Ja. Vraag het me over een jaar nog eens. Maar goed, dan is er misschien een oudere dag. En ik ga nog even die dementie, hou ik nog even buiten de deur als je het niet erg vindt. Waarop je heel lekker met je kinderen oma wordt. Dat is anytime. Heb ik het idee, kan dat gebeuren. Mijn god. Nou ja, misschien met de veug je daarop of niet? Nee, ik hoop echt dat ze gewoon nog even gewoon wachten allemaal. Oké. En wat ouder. Eerst lekker even leven. Uh-huh. En als ze een liefde vinden, dat ze even een paar jaar voor elkaar hebben. Maar goed, je weet hoe het loopt, hè? Nee. Ik denk als er een single... We gaan weer even terug naar de plaat. One Day at a Time. Dat is denk ik als er een single in zit. Maar ik geloof niet dat... Hier komt geen single van, hè, van deze plaat. Is het dit nummer?
Heel goed. Ja, begrijp ik wel dat je dat vindt. Nee, de eerste die ik uitbreng is waarschijnlijk die Are You Done Running. Ik vind dat gewoon heel tof qua muziek en dat filmische. Ik dacht, ja, daar kan ik hele mooie beelden bij verzinnen. Ik vond het ontzettend leuk om je weer te spreken, eigenlijk. Ja, nou, ik jou ook. Werd tijd. Waar was je al die tijd? Fijn dat je aan me dacht. Ja, dat vind ik echt. Dat stel ik ontzettend op prijs. Ja. Je hebt een schitterende plaat gemaakt. Gefeliciteerd. Er komen nog meer platen. Dankjewel eigenlijk. Ja, jij bedankt. Nou ja, graag gedaan. En superleuk om je weer een keer te zien. Ja, wederzijds. De Stroom.